kreeg het bericht en ik was even stil. En het eerste woord wat ik zei was een vloek. Toen was ik nog stil en ik geloof het eigenlijk tot op de dag van vandaag niet dat het gebeurd is. Voetbalvereniging Dubbeldam nam donderdag op gepaste wijze afscheid van hun dierbare penningmeester Frans de Bruin. Dubbeldammers, sportvrienden en belangstellenden vormden een erehaag bij de club. Niet alleen om Frans een laatste eer te bewijzen, maar ook om de familie tot steun te zijn. Wij werden vorige week woensdag opgeschrikt door het trieste bericht en onverwachte bericht dat onze penningmeester Frans de Bruin plotseling overleden was. En gezien de coronamaatregelen minder dan 50 mensen aanwezig tijdens de uitvaart, hebben we bedacht om toch een erehaag voor hem vandaag te regelen. Hij stond volop in het leven en binnen onze vereniging was hij een echte grote steunpilaar. Hij nam heel veel dingen op zich. Niet alleen het penningmeesterschap, maar ook de ondersteuning van de onderhoudsploeg. We gingen een nieuwbouw doen. En daarin speelde hij ook een hele belangrijke rol in de contacten met de banken om de leningen rond te krijgen, in contacten met de subsidieorganisaties om de subsidies te regelen. Dus ja, het was gewoon een spin in het web. Je echte clubman. Ja, echt een clubman. Het is ook iemand die gewoon een goed zak was. Hij stond voor iedereen klaar. Hij wilde ook alles doen als iemand een probleem had. Dus ja, het was gewoon een goed zak, laat ik hem zo noemen. Ik heb dat in een beeldspraak gezet dat het een knuffelbeer is. Een levende knuffelbeer. Zou hij blij zijn met deze manier van afscheid nemen van hem? Zeker weten. Maar goed, hij was niet een persoon die op de voorgrond trad. Het was gewoon een motor van ons op de achtergrond. En hij was ook niet degene die op de voorgrond wilde treden. Maar dit heeft hij verdiend.